Hey YouTube, welkom bij een nieuwe review. We zijn nog steeds bezig met de Dutch Beer Collective Bottle Share 2019. En ja, dit is wel heel bijzonder. We hebben de Dutch Beer Collective heeft een pakketje gekregen. Die heeft Remy gehad. Check even de unpacking op zijn kanaal. Van brouwerij De Eeuwige Jeugd. En die hebben een wit biertje gemaakt. De Geinponum. En die kregen we samen met deze fles Bouleit Bourbon. Dan denk je, wat? We zijn toch een bierkanaal? Ja, inderdaad. Dat dachten wij dus ook. Ja. Toen we dit kregen. Maar ik zal even uitleggen wat voor bier het is. Het is een lager, maar dan een Kentucky Bourbon lager. Geinponum heet die. Wat eigenlijk grappen maken betekent. De Eeuwige Jeugd die komt uit Amsterdam, volgens mij, als ik het goed heb. Ja, ja toch? Ik zal even lezen wat er achter op het flesje staat. De Geinponum tovert een lach op je gezicht. Hij haalt dagelijks het kind in zichzelf naar boven en neemt het leven graag zo min mogelijk serieus. Zonder schaamte zoekt hij bij mensen de grens op met zijn grappen en neemt ongemakkelijke situaties op de koop toe. Nou, de ingrediënten zijn tapwater, gerst, roggemout, mais, boeleit, hop en gist. Dus het is inderdaad. De vraag is ook: is het een barrel-aged bier? Nee. Het is, naar mijn weten is het een infused. Ja, dat staat er dus een beetje onduidelijk. Daar hadden we het net even over. Ja. Het is een beetje onduidelijk of die nou gebrouwen is, dat het in de brouwketel erbij gegaan is, of dat het later tijdens het lageren geïnfused is. Maar er zit dus deze gewoon erdoor. Ja, precies. Ja. En die hebben we ook al alvast uitgeschonken. Ja. En de laat ik alvast even zien qua kleur. Het is inderdaad echt whisky. 45%. Ik vind het wel een hele gave fles ook. Echt. Hele mooie fles. Dit voelt alsof hier sla je iemand gewoon echt mee knock-out. Ja. Ja. Je ziet ook dat het kwaliteit is. Het is wel echt een kwaliteit whisky. En puur naast elkaar drinken. Dat is eigenlijk een beetje... Ja, dat is wat we gaan doen. Dus we gaan dit biertje verdelen over 3 glazen. En dan gaan we gewoon even kijken wat... Terwijl jullie dat doen, ga ik vast even een beetje neuzen. En dan geven die ook door. Het is misschien wel leuk dat we even deze qua smaak kunnen herkennen. En of dat in het bier echt terecht vinden. Ja. Wat ook wel leuk is, de dop. Ja, dat zijn altijd wel grappige dingen. En daar staat op, oud worden kan altijd nog. Ja. Inderdaad. Dat is wel de bedoeling dat we oud worden. Dat is wel de bedoeling, inderdaad. Het is een lekkere bourbon, hoor. Hij heeft echt die vaniertonen, dat eiken komt goed. Een bourbon in tegenstelling tot Schotse whisky. Een bourbon wordt altijd in een nieuw vat gedaan, een nieuw vat gerijpt. Er wordt nooit whisky, Schotse whisky wordt in oude wijn, bourbon, sherry vaten gerijpt. Maar een bourbon moet altijd in een nieuw vat. Die worden maar één keer daarvoor gebruikt. En dan merk je echt die eiken invloeden. Ja. En dat die vaten ook heel geroosterd worden, gebrand van binnen. Ja. Dat krijg je ook heel mooi mee in de smaak in de neus, dat char. Ja. Hij is, qua kleur vind ik hem echt niet iets hebben van een lager. Weet je waar het qua kleur heel erg aan doet denken? Aan die Mexicaanse bieren. Aan zoiets als een Sol. De meeste mensen kennen dan Desperado, bijvoorbeeld de snelste. En dat zijn dan een beetje de westerse versies van Mexicaans bier. Maar dan heb je het over Sol en dat soort dingen. Een beetje lemonachtig. Dat soort. Kleur heeft hij ook wel iets. Ja, de Radler is wel, dat is geen bier uiteraard, maar qua kleuren lijkt hij daar wel een klein beetje. Echt een hele aparte kleur. Ja. En hij is ook wel hazy. Dat verbaast mij dus ook. Voor een beetje troebel inderdaad. Troebel. Of zijn ze het glas nou gewoon zo stoffig? Nee. Maar het is ook geen chill haze of zo. Het was een flauw. Zullen we ruiken? Ja. Ben benieuwd. Ja. Het ruikt ook echt naar zo'n Mexicaanse lager. Ja. Heel fris. Maar je krijgt echt wel die fris, dat moutige van een lager komt ook wel terug. En ook wel dat maiszoetje. Ja. Ik probeer de bourbon ook te ontdekken, maar... Ik ruik hem niet. In de geur in ieder geval niet. Als ik dan de bourbon daarnaast ruik... Ja, dat is dat is natuurlijk onzin, maar... Je hebt zo'n zoete, vanilleachtige... Die komt niet terug in... Nee.
In het bier, wellicht in de smaak. Ik weet ook niet hoeveel er is aan toegevoegd. Dat, is, ja, dat staat er ook heel waarschijnlijk op. Dus, maar ja. Laten we gewoon proeven. Cheers. Ja. Proost. Cheers. Proost. Ik heb echt het idee dat ik zo'n Mexicaans, zo'n solletje, corona-achtig. Desperado. Desperado bier. En dan de Desperado. Nou, Desperado is met tequila dan. Ja, dat is waar. Dat mis je. Ja. En als je dan zo'n solletje hebt, die is voor mij de meest bekende. Die, Gek genoeg. Moet ik me ook een beetje denken aan, maar het is ook een beetje dat type bier. Ik weet niet of jullie die wel eens gedronken hebben, maar Amstel Bright. Nee, misschien ooit een gevergrijze. Amstel Bright, ik weet het, Amstel, pils, bla bla. Mm-hmm. Maar de Amstel Bright is een bier dat verkoopt ze eigenlijk alleen in de Caribië. Ja. Tegenwoordig kan je dat hier ook krijgen. Maar dat was echt een beetje, ja, het is toch een beetje dat corona-achtige bier, zeg maar. Ik denk dat een mooi woord vind ik dan in het Engels crisp. Crisp. Ja. Dus helder. Ja, ja. Maar ik vind het geen verkeerd bier. Nee. Je proeft heel in de verte. Misschien dat het aan mij ligt, maar je proeft wel iets van bourbon. Hij heeft een heel subtiel zweempje van dat vanilleachtige. Ja. Dat hij is in de finish ook iets droger. Ja. Als een bourbon, niet als bourbon, als dat eiken. Ja, hoe moet je dat uitleggen? Ik vind het ook moeilijk. Ik vind hem helemaal niet verkeerd trouwens. Hoor. Nee. Dus die 6% proef vind ik ook niet dat je die heel erg proeft. Als jij mij dit zo ingeschonken had ik echt gedacht, het is zo'n 4%. Met gemak. Ja, dit is wel wat ik wel grappig vind. Dus we drinken nu natuurlijk het bier dat we denken, oké, er zit een bourbon in. Maar ik heb nu net ook een slokje bourbon gedronken en nu een slokje bier. En ik moet zeggen, die combinatie wel kan ik wel waarderen. Ik ben nooit echt geweest van het kopstootje. Nee. Weet je, de bekende pils met een jenever. Ja. En dat komt misschien omdat de meeste pils, dat is dan toch een macro lager en de meeste jenevers. Ja, ik ben niet zo van de jenever. Heel af en toe. Nee. Als ik bij mijn vader ben, die heeft wel eens een fles. Ach, af en toe vind ik het wel. Maar het is niet dat ik dan vind ik dit als alternatief smaakvoller. Ja. Nou, ik heb thuis nog een fles jenever staan. Die heb ik vorig jaar volgens mij een keer gekregen van volgens mij van Hooghout was met dat Bols, ook. Met Bols, toch? Oh, met Bols inderdaad. Ja. Toen hadden ze, gingen ze het ultieme kopstootje, gingen ze. Het was een heel grote happening, was dat in Amsterdam, waar ik niet ben geweest. Maar dat was de bedoeling dat je het, jenever dan met een weizen was dan de beste combinatie kwam eruit die dag. Dus die staat nog steeds, dus moet ik nog steeds een keertje gaan reviewen. Maar... Volgende bottle share. Ja, wat ik zei al, dit is de eerste keer dat we een sterke drank bij een bier hebben. Maar dat was dus niet zo. Gerben zei al, nee, ik heb nog inderdaad... een andere fles staan. Ja. Maar ik vind het wel grappig om naast elkaar te proeven, persoonlijk. Ja, het heeft al wat. Ik zeg kopstootje. Nee. Normaal gesproken ben ik niet van... als ik eenmaal aan een bier zit, dan blijf ik ook wel aan een biertje. Ik heb dan vaak geen zin om dan daarna aan een sterke drank... want dat gaat bij mij vaak niet heel goed, hè? Nee. Gek genoeg als ik na een biertje bijvoorbeeld ook nog s'avonds één wijntje neem. Bij mij gaat dat dan weer wel goed. Dus waar het dan aan ligt, geen idee. Maar ik vind dit wel op zich wel een grappig iets. Ik vind het helemaal niet. Ja. Ik zou dit best, als ik nou... Dit is lekker in de zomer. Lekker in de zomer. Ik zou dit bijvoorbeeld, als je een barbecue hebt, in de zomer een barbecue, mooi stuk, mooi vettige ribeye en steak. Ja. En dan krijg je dat verfrissende van dat heldere crisp. Ja. Om je palet een beetje te neutraliseren van die vette steak, dat je dus meer proeft. Maar dan dit past dan ook weer zo mooi bij die geroosterde vlees en al die smaken. En dit, dan werkt dit. Dat werkt, ja. Toen jij dit kreeg, je had zoiets van, neem me mee naar de bottles, hartstikke leuk. Ik had met bedenking, hoor. Ik had zoiets van, lager. Ja. En ik hou trouwens wel van een goede bourbon, dat was bij mij. Maar dit is echt... Ik vind hem echt leuk. Ik vind het verrassend en ik had stiekem ook wel gehoopt dat het ook wel lekker zou zijn. Maar ik had wel zoiets van, misschien weer zo'n gimmick dingetje. Ja. Maar ik moet zeggen, hij is echt goed gelukt. Ja. En dan, als je, we moeten toch weer een cijfer geven voor dit bier in combinatie met bourbon. Wat zou je eraan geven? Het is natuurlijk anders reten dan... Ik vind het hele verhaal erachter en met die fles bourbon erbij. En...
geen idee wat hij krijgt op een tap. Ik kijk er altijd naar wat hij op een tap krijgt, maar dat weet ik dus niet. Geen idee. Nee, dus ik heb deze ook niet gecheckt hoor. Nee. Ja, sowieso een 3,5. En ja, je zit eigenlijk een beetje te twijfelen, 3,5, 3,75. Ja. 3,75 is voor mij echt een goede hoge score. Ja. Wat veel mensen vergeten, en vooral brouwers. Ik snap je. Het hele concept is, echt heel leuk gedaan. Ja, het is ook wel heel origineel. Ja. Normaal gesproken heb ik zelf altijd zoiets van... mensen moeten maar wat verzinnen om aandacht te krijgen. Maar op een of andere manier heb ik dat gevoel bij dit... Heb ik dat niet zo. Ik heb juist zoiets van... Ik vind het wel een leuke toevoeging. Ik zelf geef hem 3,75. Puur vanwege die... Ja, dat ik, als ik echt alleen het bier zou raten... zou ik 3,50 zeggen. Ja. Maar door die combinatie en toevoeging... Precies. Heb ik zoiets van 3,75 vind ik wel waardig. Nou, ik denk dat ik het dus... ik denk dat ik het zo ga doen. Ik geef het bier op zich... een 3,25 tot een 3,5. En dat lijkt misschien wat lager vergeleken met jullie. Maar ik geef het bier op zich... Doe ik die 3,25, denk ik. Als combinatie een 3,75. Ja. En ik vind dit, ik vind het heel leuk dat... En ik weet niet of dit de insteek is geweest van de brouwer. Ik hoop echt dat ze hierop willen reageren. Want als zij expres dit allemaal zo gebrouwen hebben... Het bier op deze manier het recept gemaakt hebben... Licht en insteek om dit te samen bij te serveren... Ja. Dan vind ik dat een hele. Dan vind ik dat niet een marketing stunt. Dan vind ik dat echt gewoon doordacht een recept maken dat in combinatie met iets anders tot zijn recht komt. Want in combinatie zeg ik gewoon 3,75. Ja. Heel raar, had ik niet verwacht. En, En ik vind die combinatie, dat moet ik echt eerlijk bekennen. Dus eerst een slokje bourbon. Echt een nipje hoor. Want het is echt mega overheersend. En daarna een slokje bier of andersom. Die combinatie, ik moet zeggen dat zoetige, vanilleachtige van de bourbon... in samen met dat crispachtige, frisse, die combinatie is mooi. Als je hem in je mond neemt, houdt, dan een nipje van dit... Ja. Dan gebeurt er echt ineens heb je gewoon een vanillebom in je mond. Ja, inderdaad. Ja. En dan terwijl moet je het bier nog even in je mond houden... en dan een klein nipje van die... en dat is een hele blijft een proef ook. Blijft een proef. Ja. Ik heb het puntje van mijn lippen hier. Ja. Als ik dit doe, ik blijf vanilleproef. Ja, leuk. Geslaagd experiment. Ik heb geen idee of het een experiment was, maar of ze hem nog vaker uit gaan brengen. Maar hij is echt heel goed gegaan. Absoluut. Zeker. Heel leuk. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Ik zal onderaan de video nog even een linkje plaatsen van de brouwerij. En linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje uiteraard naar de Dutch Beer Collective. En dit was hem weer. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Cheers. Proost.